afgelopen maand is zoals iedere maand weer voorbij gevlogen. En dat betekent dat ik weer een Money Diary video heb. We leven nu in mei. Dus dat betekent dat ik mijn uitgaven van de maand april ga behandelen. Dit keer ga ik het iets anders aanpakken dan de voorgaande keren. In plaats van dat ik alles per categorie afga, ga ik nu elke week af. Ik had gewoon behoefte om het anders te doen. Omdat ik het een beetje eentonig vond worden. En omdat dit natuurlijk een terugkerend concept is, wil ik elke video wel interessant genoeg houden. Dus ik ben gewoon aan het experimenteren met dit format. Dus mocht je benieuwd zijn aan wat ik mijn geld afgelopen maand heb uitgegeven, kijk dan vooral verder. Voordat ik alle uitgaven afga, wil ik nog iets toelichten. Ik heb namelijk iets nieuws geïmplementeerd in dit concept. Namelijk symbooltjes om duidelijker te maken onder welke soort uitgaven de uitgaven valt. We hebben persoonlijke uitgaven, gezamenlijke uitgaven, zakelijke uitgaven en uitgaven voor Milo. Dit valt officieel ook onder gezamenlijke uitgaven, maar ik vond het wel leuk om dit een aparte categorie te geven of een apart symbooltje. Oké, laten we beginnen met de eerste week van april. De eerste uitgave was een bestelling van kleding en accessoires. En dit was in totaal €90,43. De volgende uitgave was mijn maandelijkse bankafschrift van mijn lenzenabonnement. Want ik betaal maandelijks voor mijn lenzen. En dit is in totaal per maand €27,33. Ik vind het eigenlijk best wel aan de hoge kant. Ik weet niet of het goedkoper kan, maar voor nu betaal ik dit. Dan werd Netflix afgeschreven. Zoals je kunt zien is dit een gezamenlijke uitgave. We maken er allebei gebruik van. En dit was €7,99. Dan had ik nieuwe matcha poeder gekocht. Dit potje kostte mij €14. Dan was ik in deze week ook even naar de Ethos geweest. Want ik voelde me niet zo lekker. En ik had daar wat dingetjes voor nodig. Ik had strepsels gehaald, neusspray, tabletjes en even wat gezichtsmaskertjes voor wat self-care. En dit was in totaal €20,63. De volgende uitgave was een cadeautje voor mijn nichtje. En dit was €13. Dan hadden we buiten de deur samen wat lekkers gehaald. Namelijk allebei een koffietje en wat zoetigheid. En dit was in totaal €14. Ik merk echt dat ik in mijn leven grotendeels mijn geld uitgeef aan eten. Er zijn genoeg mensen die het zonde vinden. Maar ik vind het juist leuk om lekker te eten, te genieten van een heerlijk gerecht. Dus we hadden een burrito bowl besteld voor ons tweetjes met een quesadilla en wat tortilla chips. En dit was in totaal €46,63. Ondanks dat ik het heel fijn vind om af en toe eten te bestellen of buiten de deur te eten, probeer ik het ook 9 van de 10 keer gewoon thuis te maken. Want het valt soms tegen. Maar nu weet ik wel wat voor tentjes ik fijn vind en waar ik graag bestel en welke tentjes niet. En soms is het ook gewoon puur gemak. Over gemak gesproken, weer eten. We waren op werk en we wilden graag bij een ander plekje eten bestellen. En dit was voor ons samen €27. Side note, mijn vriend en ik werken bij hetzelfde bedrijf. Vandaar dat we samen lunchten. Dan waren we nog buiten de deur wezen eten. Dit was op een ander moment deze week. Dat was in totaal voor ons tweetjes €35. En als afsluiter voor de eerste week van april gingen we met Milo naar de groomer. Hij kreeg even een wasbeurt en hij werd een beetje bijgeknipt. En dat was in totaal €85. Dan gaan we door naar de tweede week van april. En deze week begon ik met het kopen van cadeautjes. Mijn ouders zijn binnenkort jarig en daar wilde ik alvast een cadeautje voor bestellen. Ik heb voor mijn vader een borduurkit met een corgi. Hij is heel vaak creatief bezig en ik vond dit wel heel erg schattig. En voor mijn moeder heb ik een magic mok met een foto. Dus de foto zal zichtbaar worden wanneer er heet water in stopt. Het cadeau voor mijn vader was €35 en het cadeau voor moeder €19. Dan heb ik kleding besteld bij de Mango. Ik merk dat ik echt toe ben aan een nieuwe garderobe. Heel veel kledingitems heb ik echt jaren geleden gekocht. Zijn helemaal uitgedragen of ja, zijn gewoon niet meer mij. Dus ik heb 2 nieuwe items, een jumpsuit en een nieuw jasje voor de lente. En dat was in totaal €100. Dan boodschappen. We hadden wat boodschapjes gehaald
We hadden de week daarvoor volgens mij al wat boodschappen in huis. Dus we hebben toen geen boodschappen ook moeten halen. Denk ik in ieder geval, ik kan me niet meer herinneren. Maar deze boodschappen waren in totaal €19,18. En dan op een ander moment waren we ook weer even naar de winkel geweest. En dat was in totaal €15,15. In dezelfde week werd ook ons Spotify abonnement afgeschreven. Sinds volgens mij afgelopen maand hebben we een gezamenlijk account. Is uiteindelijk voordeliger. Dan hadden we wat gekocht voor Milo. Een aantal snackies. En dit was in totaal €11,86. Over Milo gesproken. We hadden ook nog een bezoekje naar de dierenarts gebracht. Want hij werd chemisch gecastreerd. En we moesten ook nog... ontvlooiingsmiddelen halen. En het complete bedrag wat daaraan verbonden was... was €177,12. Nu hebben we ook een verzekering voor Milo. Veel van onze dierenartskosten kunnen we ook terugkrijgen. Maar dat is niet alles. Dus ja. Dan gaan we door naar week 3 van april. En deze week begon ik weer met iets wat ik had gekocht. Ik had namelijk een bestelling gedaan bij Xenos. Ik wilde wat nieuwe interieur items hebben. En in totaal was deze bestelling €81,80. Dan ging ik met een vriendinnetje uit eten. En in totaal was ik daar €33 aan kwijt. Ook had ik even een Starbucks gehaald. Dit was in totaal €5,25. Ik merk echt dat ik in vergelijking met een aantal maanden en een aantal jaren geleden dat ik veel minder koffietjes buiten de deur neem. Vaak is dit in combinatie met gezelschap. Voorheen nam ik het wel eens als gemaksproduct voor onderweg. Maar nu is het meer van oké, ik zit hier een tijdje, laten we even een koffietje doen. Dan vind ik het niet erg om hier wat geld aan uit te geven. Maar als ik een koffietje to go wil, dan wil ik het vaak gewoon thuis van tevoren gemaakt hebben. Want dat scheelt ook weer geld. Hier en daar vind ik het wel fijn om geld te besparen. Maar aan de andere kant wil ik ook gewoon kunnen genieten. En als ik het kan missen. Als ik het kan veroorloven. Dan doe ik dat ook. Dan ging ik een activiteit doen samen met een ander vriendinnetje. We gingen namelijk naar een tentoonstelling. En het kaartje daarvoor was €17. Op dezelfde dag gingen we ook nog even een chocomelletje drinken en een taartje eten. Dit taartje hadden we gedeeld en in totaal was ik zelf €8,60 kwijt. Op dezelfde dag ging ik ook nog uit eten en die kosten waren voor mij ongeveer €40. Later die week had ik ook nog een aantal spulletjes bij de drogist gehaald. Er waren een aantal dingen in de aanbieding, dus ik was volgens mij iets van €30 kwijt. Dan ging ik weer met een vriendinnetje afspreken in dezelfde week. Ik had lekker een sociale week. Heerlijk. En hier had ik een koffietje en een pannenkoek. En samen was dat €14. Het houdt niet op met mijn sociale week. Want ik ging weer een koffietje doen met een vriendinnetje. En dit was €4. En op dezelfde dag had ik ook nog iets lekkers gehaald voor mij en mijn vriend. En in totaal was dat €5,90. En ook in diezelfde week waren mijn OV-kosten afgeschreven. En dat was €11,91. Nu valt dit redelijk mee. Voorheen kon dat echt oplopen tot honderden euro's. Of nou ja, dat ook weer niet. Dat is ook wel overdreven. Maar het lag tussen dus €60 en €120. Maar tegenwoordig ga ik niet meer zo vaak met het OV. Soms is er nog wel eens een uitzondering. Maar mijn OV-kosten zijn relatief laag. Dan werden de kosten van ons internetabonnement ook afgeschreven. Dit is in totaal €61,71 geweest. Ik weet ook niet wat er allemaal onder valt. Volgens mij is het echt een heel pakket met van alles en nog wat. Maar dit laat ik van mijn zakelijke rekening afschrijven. Omdat dat meer voordelen heeft. Dan boodschappen. We hadden wat flink wat ingeslagen. We hadden een bestelling gedaan bij Picnic en dit was €46,33. Dan hadden we nog kleine boodschapjes gedaan voor €12,03. En dan hadden we fysiek boodschappen gedaan en in totaal waren we hier €53,59 voor kwijt. Nu laat ik wel alle boodschappen achter elkaar zien, maar dit betekent niet dat we echt elke dag boodschappen doen. Soms doen we eens in de week boodschappen, soms meerdere keren in de week. Het ligt ook aan onze plannen voor eten, want soms eet ik veel buiten de deur. Eten we samen buiten de deur, bestellen we eten. Ik hou wel van om een beetje routine te hebben, maar soms weet je niet hoe het leven loopt. Over boodschappen gesproken, ik had al boodschapjes gedaan voor Milo.
Nou ja, nog wat snackies. Want er was een actie bij Pets Place. Volgens mij was het 4 halen, 3 betalen. Of iets in die richting. Dus we hadden zijn favoriete botje van dit moment gehaald. En naast dat kreeg Milo ook een nieuw bedje. Want hij had sinds het begin, sinds dat we hem hebben, een klein geel bedje. Alleen hij is daar zo erg uitgegroeid. En we merken ook dat hij daar niet echt heel erg vaak in zit. Als hij erin zit, dan zit hij er 2 minuten in. En dan gaat hij weer uit. Want hij houdt meer van een wat hardere oppervlakte. Dus we hebben een ander soort bed gehaald. En deze was toevallig in de korting. En we hebben daarvoor €84 betaald. En dit is ook een klein beetje alvast zijn verjaardagscadeautje. Want hij is deze maand dus in mei jarig. En we wilden hem alvast een bed cadeau geven. Dan gaan we door naar de laatste week van april. Ik weet niet zeker of ik dit echt als uitgave kan zien. Ja, het valt er wel onder. Maar ik heb er niet iets fysiek, zeg maar, mee gekocht. Maar dit is het bedrag dat ik standaard elke maand overmaak naar onze gezamenlijke rekening. En hiermee betalen we huur, verzekeringen, vaste lasten, autokosten, noem het maar op. Eigenlijk wanneer ik mijn salaris heb ontvangen, maak ik dit bedrag direct over naar onze gezamenlijke rekening. En dat is iedere maand standaard €1550. Soms komt er nog wat bij. Het ligt eraan als we echt in de knoop zitten met geld. Maar dit is standaard het bedrag van het deel dat ik betaal voor onze rekeningen. In diezelfde week werd mijn persoonlijke telefoonabonnement afgeschreven. En dit was in totaal €45,98. En dit is niet een vast bedrag. Ik heb wel een vast abonnement, maar dat is ongeveer €20. Maar in dit bedrag zit ook andere aankopen. Als ik bijvoorbeeld iets via Apple Store koop, dan komt dit bedrag weer ook bovenop. Dus dat is gewoon het totale bedrag wat ik aan mijn telefoon uitgeef in die maand. Dan waren we even naar de IKEA geweest. Daar zijn we wezen lunchen. Dat was in totaal €19,45. En bij de IKEA hadden we natuurlijk ook geshopt. Want we kunnen nooit met lege handen naar huis komen. En dit was in totaal €53. Vervolgens werd mijn sportabonnement afgeschreven. Dat was deze maand €44. Ik heb nu volgens mij een abonnement dat steeds goedkoper wordt hoe vaker ik naar de gym ga. Ik moet het maar zien of het daadwerkelijk zo is. Maar mijn sportschoolabonnement is vaak rond de €40. Dan heb ik weer kleding besteld. Want mijn loungewear was toe aan vervanging. En in combinatie met mijn loungekleding had ik nog een aantal spulletjes voor in huis gekocht. Zoals een mand. Daar hadden we er 2 van. Dus het was een combinatie van kleding en interieur. Dan was ik even naar de Kruidvat geweest. Want bij de Kruidvat verkopen ze vaak van die mini Kinder Bueno's. En ik vind deze zo lekker. En wanneer ik naar chocola crave, wil ik niet gelijk een hele chocoladereep eten. Dus door dit in huis te hebben, beperk ik mijn chocolade cravings. En kan ik toch wel een klein beetje van chocola genieten. En dit was in totaal €3,78. Dan hadden we eten besteld. Volgens mij was dit Chinees of Indonesisch Chinees. Echt super lekker. En voor 2 personen waren we €40 kwijt. Ook was ik deze maand naar de tandarts geweest. En los dat ik een zorgverzekering heb en dat een deel van mijn kosten dekt, moest ik toch nog wat betalen. En dat was in totaal €16,56. Dus dat viel ook wel mee. Dan had ik een aantal foto's laten ontwikkelen voor onszelf, maar ook voor familieleden. En in totaal voor, denk ik, een stuk of 12 foto's, misschien minder, was ik €5,50 kwijt. Dan had ik een grotere aankoop gedaan, maar dit valt wel onder mijn zakelijke uitgaves. Ik heb namelijk een nieuwe camera gekocht, een soort van vlogcameraatje. Ik had deze al zo lang op het oog. Even een side note, ik had best wel een meevallertje met de belasting. Of ja, het bedrag dat ik aan de belasting moest afdragen van het afgelopen jaar. Dus ik dacht, laat ik mezelf trakteren op een nieuwe camera. En de camera was €399. Dan hadden we nog wat boodschapjes gedaan. Bij deze ronde waren we €9,40 kwijt. Bij de volgende ronde hadden we iets meer gekocht. En het bedrag was toen €40,93. Dan hadden we samen tijdens Koningsdag een broodje beenham gedeeld. Dat was €6,50. En diezelfde avond gingen we uit eten. En dat was in totaal €72,75. Met korting, want
En we aten bij ons werk. En dan hadden we personeelskorting. Dus dat is wel mooi meegenomen. Wanneer we vaak uit eten gaan, is dat bij ons werk. Krijg je korting. Je kunt toch lekker genieten. En geld besparen tegelijkertijd. En dan hadden we nog een keer boodschap gedaan. We kregen ook visite. Vrienden kwamen over de vloer. En dan gingen we ook wat hapjes daarvoor halen. En in totaal was het €52,84. En we sluiten deze maand af met een uitgave voor Milo. Want hij had een nieuw tuigje en een nieuwe riem. En in totaal was dat €52,50. En dat waren al mijn uitgaves van de maand april. Dit keer zal ik geen eindoverzicht tonen van wat ik nou allemaal precies heb uitgegeven onder per categorie en wat mijn eindtotaal is. Voor nu laat ik het hierbij. Maar ik hoop dat jullie deze manier ook interessant vonden. Alle input is altijd welkom. Mocht je iets willen delen over jouw uitgaves, laat dan vooral een reactie achter hieronder. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!